Dat is een hele belevenis. Je kunt het geloven of niet, maar ondanks dat ik geboren en getogen ben in Utrecht, dat is alweer 60 jaar geleden, ben ik nog nooit van zijn leven op de Dom geweest. Zoals ik zeg, ik ben geboren en getogen Utrechter in het Wijkzee. Ik kom er graag, maar het is heel erg weinig, vooral de afgelopen jaren. Als topatleet reisde ik de wereld rond, dan vanzelfsprekend kon je dan niet in het Wijkzee zijn, maar zo gauw als ik terugkwam, dan was ik toch ook weer in het Wijkzee, want ik vind het toch altijd leuk om er te zijn. Nu als internationaal sportbestuurder overkomt me hetzelfde. Veel in het buitenland, maar zo gauw als ik in Nederland ben en ik heb er tijd voor, ben ik in Utrecht en vanzelfsprekend in het Wijkzee te vinden. Het is echt indrukwekkend hier op die Domtoren. Van hieruit zie je het Wijkzee prachtig liggen met zijn twee geweldige monumenten. Sint-Augustinuskerk en de Jacobikerk. In de Jacobikerk ben ik gedoopt, dat is een hele tijd geleden inmiddels. Daaronder stroomt dan de oude gracht en iets meer naar rechts van mij uitgezien hebben we dan de Singel. Het ziet echt geweldig uit hier vanaf deze hoogte en ik ben er nog steeds trots op in Utrecht geboren te zijn. Hieronder, een beetje weggedrukt, ligt het academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. In dit gebouw, voor een prachtig gebouw, werd ook de Unie van Utrecht ondertekend. De ondertekening van deze Unie van Utrecht zou de geboorte van Nederland genoemd kunnen worden. De plechtigheid vond plaats in het academiegebouw, dat zo'n beetje weggedrukt in een hoekje ligt. Dat was zo gedaan omdat men het niet eens kon worden over de stijl die het gebouw moest krijgen. Het leek uiteindelijk helemaal niet meer op de Dom en moest dus een beetje uit zicht blijven. De universiteit was er zelf al in 1636. In dat jaar mocht al langer bestaande illustre school die titel gaan dragen. Nou, de Dom, ja, iedereen weet hem, in heel Nederland weet hoe prachtig de Dom is. En ik hoop dat we nog heel lange tijd van mogen genieten. Utrecht is van ouds een kerkstad die in 1522 zelfs een paus leverde, Adrianus de VI. De Domtoren werd gebouwd van 1321 tot 1382 en werd in de loop der eeuwen diverse malen gerestaureerd. Ook twee keer in de 20e eeuw. De Domtoren heeft model gestaan voor veel andere torens in ons land. Deze hoge bouwwerken werden neergezet als tekens van macht van de vroegere Utrechtse bisschop. Alleen al in het centrum vinden we meer dan 20 kerken. De bekendste van de verschillende geloofsgemeenten is de Domkerk met zijn alom bewonderde kloostertuin. Op een andere unieke plek in Utrecht. Het is de Oude Gracht. De Oude Gracht is wereldberoemd door zijn dubbelwerfsysteem. U zult zich afvragen, hoe komen we daaraan? Vroeger was er maar één werf. En dat was de bovenste. Die tot hier, het water liep hier tegen de wand aan. Want we hadden in deze tijd hadden we te maken met eb en vloed. Dit was voorbij na de bouw van de sluis van Sleeswijk in 1374. Pas toen werden de werven onderaan de kades aangelegd. De kelders onder de straat werden doorgebroken op waterniveau. Aan de werven nam de bedrijvigheid hand over hand toe.
Tegenwoordig kun je aan de gewerfde kades zitten, kijken, eten en drinken. Ook aan de singels is het nodige veranderd. Vijanden waren er niet meer, dus de verdedigingswerken werden overbodig. Besloten werd het stadsgezicht te verfraaien. Er kwamen grote parkachtige wandeldreven. Dit zogenoemde Plan Zocher werd in de loop van de vorige eeuw verwezenlijkt. Sindsdien is het langs de singels prima wandelen. Katharijnensingel en Leidse Veer woonde de nu 87-jarige heer Maas, een geboren en getogen Utrechter. Goed, ik ben daar in 1907 geboren en ik weet nog, het was aan die kant, was een kamer, hier was een balkon en hier beneden was de melksalon, hè, dat was hier. Ja. Dus hier was een melkfabriek? Ja, ja. Ja. Wat had u daar een relatie mee? Waren dat uw ouders of? In 1878. Door mijn grootvader, Arie Boers, opgericht. Ah. In 1878, ja. En oorspronkelijk was hij bestemd als dominee. Bro. Dat wilde hij niet worden. Nee. Dus hij melkboer geworden. Ja. Dat is ook een eenmaalvak. Eenmaal, iets anders, hè, ja. Enfin, en toen waren mijn vader en mijn oom, zijn zoon dan, oom Jan Boers, en mijn vader, Willem Baas, die waren beide ook directeur. En toen in 1913, is de zaak hier afgebroken en toen is hij uit de zaak gegaan en is er wel commissaris gebleven. En toen waren mijn oom Jan Boers, mijn oom en mijn vader samen directeur. Maas was van jongs af aan amateurfilmer. Een hobby die alleen weggelegd was voor een kind van welgestelde ouders. Zo maakte hij unieke, nog nooit eerder vertoonde beelden van de Zeppelin, de Hindenburg, toen die over Utrecht vloog. De hele stad liep uit om dit wereldwonder te zien. Velen volgden de Hindenburg per fiets door de straten. Maas en zijn buren klommen zelfs op het dak, in de hoop dat ze daar al zwaaiend beter op zouden vallen. Het wereldwonder vloog overigens bij aankomst in Amerika in brand. Wat begon als een revolutionaire manier van vervoer, verdween als een mislukking in de geschiedenisboeken. Studentenlustrum in 1931 werd door Maas vastgelegd. Feest en muziek overal. Er was zelfs een thema: krijgsmachten door de eeuwen heen. Zo kon het gebeuren dat Inca-strijders, Romeinse soldaten en kruisridders gebroederlijk door Utrecht trokken. Vooral op de beelden van het bezoek van de koningin is Maas erg trots. Uiteraard is er nogal wat veranderd sinds Maas zijn laatste opnames maakte. In de drukte van het moderne Leidse Veer haalt hij herinneringen op. Hier was de Katrijnenbrug, maar die was veel smaller dan nu.
En dan had je daar het huisje van de elektrische bediening. Die ging elektrisch op en neer. Er liepen twee rails over. Voor lijn 2, daar de stad in. En de zijste tram. Er waren er meestal twee of drie gele wagens achter elkaar. Die gingen naar Utrecht de Bilt Zeist. Misschien dwars door de stad. Nou, hier hadden we het Leidse Veer, dat was open water, met op de achtergrond een cafeetje en een magazijntje voor opslag van goederen. En daar lagen boten, veerboten, die gingen naar Garmelen en Woerden, Leiden, de Leidse Rijn op. Hè. En daarachter had je het buurtstation, met hier een weg naar beneden, een tunnel, onder het buurtstation door. En dan had je dan een steile helling, een oploop en de buurtstationen vertrokken de treinen naar Blauwkapel, Groene Kant, Station De Bilt heette dat toen nog, Bos en Duin, Huis ter Heide en Zeist. Het eindstation was station Zeist, waar nu het busstation is. Later werd de Catharijnenbrug verbreed. Een commercieel creatieve bakker benutte de wachttijden bij de brug om reclame te maken. Als de brug niet open stond, kon het verkeer dat steeds drukker werd zijn gang gaan, mits het zich hield aan de orders van de verkeersagent. Ook het Leidse Veer werd ingrijpend verbouwd. Voor de modernisering moest een deel van het hier lopende water worden gedempt. Ook dit zijn beelden van de Heermaas. Er kwam een modern verkeersplein in een nieuwe tunnel. Deze Leidse Veertunnel werd op 21 december 1940 met het nodige feestgedruis geopend. Nu hoefde je nooit meer te wachten voor de overweg bij het buurtstation. De verkeersproblemen in Utrecht waren nu definitief voorbij, dacht men. Aan de overkant, dus staan we hier op het Vredenburg. Ja. Maar nu is aan de overkant. Wat voor winkels waren daar? Wat herinnert u zich daar van? Nou, hier was een pakketbakker, dat was F.J. Keers, hier op de hoek. Daarnaast had je het Haagse Koffiehuis, het eerste Haagse vanouds. Dan had je daarnaast, ja, even kijken. Daar op de hoek van de Willemstraat had je Nico François, een hele fijne sigarenwinkel. Nico François. Op de andere hoek had je de weduwe Oostveen. Die was beroemd door de Amsterdamse kostjes. Het was een weduwe uit Amsterdam. Die had een hele fijne broodwinkel. Dat later is daar een bank gebouwd. En ook die is alweer verdwenen. Langs het Vredenburg en het hypermoderne winkelcentrum La Vie zitten tegenwoordig andere bedrijven. Altijd het echte winkelhart van Utrecht gebleven. Hoogkaterijnen is daar later bijgekomen. Onder meer V&D nam daarin zijn intrek. De Viestraat is later verbreed door de winkelpanden aan de rechterkant af te breken. Je zou het nauwelijks meer herkennen. Ook de brug over de Oude Gracht bij het postkantoor werd gemoderniseerd. Op de hoek stond de Galerie Modern. Dat werd in 1939 door een grote brand geheel in de as gelegd. De toen nog vrijwillige brandweer had 4 dagen en nachten nodig om het vuur te doven. Thank you.
Even verderop vinden we nog steeds de Rembrandt-bioscoop. Een enkele keer traden daar ook artiesten live op, zoals Lou Bendy en Snip en Snap. Er is veel veranderd, maar het pand van de firma Dijkhoff staat er nog. Alleen zit er nu een ander bedrijf in. De glazen, karakteristieke sigaar aan de gevel, is nooit in rook opgegaan. Achter me de resten van het 16e-eeuwse slot Vredenburg, in de volksmond genoemd Vreeburg. Het plein eromheen bruist van activiteiten. Woensdag en zaterdag wordt er de markt gehouden. Een enorm bruisend geheel waar ik graag vertoef. Buiten die twee markten die er gehouden worden, zijn er ook nog een heleboel andere zaken. Eigenlijk te veel om op te noemen. Dat moet u zelf ondervinden door eens te gaan kijken. De eerste schouwburg stond aan het Vredenburg, maar moest plaatsmaken voor de jaarbeurs. In 1941 werd een nieuwe schouwburg geopend aan het Lucas Bolwerk. Op het Vredenburg werden tot 1929 nog veemarkten gehouden. Het was een drukte van belang. En dan was er natuurlijk nog de kermis. Mensen vanuit de beide omtrek kwamen er naartoe. De kermis is de grootste passie van professor Janssen, Utrecht-liefhebber in hart en nieren. Ik zou nu willen vragen, professor, zou u nou eens iets kunnen vertellen over de periode dat hier op Vreeburg de kermis stond? Ja. En hoe u het nu beleeft, nu die hier niet meer is? Nou, hoe was het toen? Ik herinner me nog de kermis op het Vreeburg in de jaren 50. Want ik ben er een keer geweest met een heel leuk meisje. Een straat verderop woonde. Ik woonde toen in Zuiden. En ik herinner me dat het hier een fantastische plek was. Hè? Dat komt natuurlijk ook door dat meisje. Maar het was een lekkere, bewegelijke, fijne, gevarieerde kermis. En ik heb er ontzettend van genoten. Ik weet niet precies op welk moment die hier weggegaan is, maar ze hadden de ruimte nodig voor andere dingen, de stad. En de kermis is toen op verschillende plaatsen in de buitenwijken gekomen en is daardoor verpieterd. De stadskermis was weg. Nou had je in 1988 was de restauratie van de binnenstadskerken, die was voltooid. En ter gelegenheid daarvan, de Domkerk was de laatste die toen gerestaureerd is, ter gelegenheid daarvan is het toen voor het eerst kermis op de Malibaan georganiseerd. Dat ging met een fantastische, mooie, goede formule. Hele gevarieerde, hele gezellige kermis. Nou, die kermis die stond daar prachtig onder de bomen van de Malibaan, met al die lampen in de bomen. En dat was nou ontzettend gezellige kermis. Een piekenkermis ook nog, een gulden per attractie. Nou, dat sloeg aan als ik weet niet wat. De stadskermis was weer terug. Nou, de Malibaan was natuurlijk een prachtige plek daarvoor. Dat is in 1636, toen de universiteit net geopend werd, werd die aangelegd voor de studenten, voor de recreatie. Nou, en nu was het voor de recreatie van de stadsbevolking.
Nou, en zo is die kermis gebleven. Ik hoop dat we die zo kunnen houden daar. Het was niet alleen de kermis op Vredenburg wat een, die een belangrijke rol speelde in de samenleving van Utrecht, maar ook de jaarbeurs. Hier, waar nu Hoogkaterijnen staat, daar stond vroeger een groot deel van de Utrechtse jaarbeurs. Maar nu de vraag, professor, zou u ons kunnen vertellen wat ook de impact was voor Utrecht, de jaarbeurs? Ja, kijk Anton, de jaarbeurs was, was niet zo nieuw als die gebouwen die hier gestaan hebben. De jaarbeurs in Utrecht was al heel oud. Je had in de 11e eeuw, en zeker in de 12e eeuw, had je vier grote belangrijke jaarmarkten. Utrecht was in die tijd een grote handelsstad. Hè? En, maar in 1917 is dat opgepakt op een andere manier. Toen kreeg je hier voor het eerst weer een officiële jaarbeurs, waarvan het Vreeburg was het centrum van de jaarbeurs. En had nog op 7 andere plaatsen had je ook de kramen staan. Dat waren nog geen gebouwen verder, maar dat waren zeg maar kramen die na de jaarbeurs weer werden afgebroken. Succes. Maar ja, iedere keer ruimtes lenen en houten barakken neerzetten, dat ging zo niet langer. Er moest een eigen gebouw komen. In 1921 legde prinses Juliana, toen 11 jaar, de eerste steen van het eerste permanente gebouw van de jaarbeurs op het Vredenburg. Dat was het begin van wat een lange reeks officiële daden zou worden. Een kind van haar leeftijd gaf haar het nodige gereedschap. Na het latere afbraak van de jaarbeurs op het Vredenburg werd de koker met munten opnieuw ingemetseld in het nieuwe Beatrixgebouw. De jaarbeurs bleef groeien. Steeds meer tijdelijke terreinen werden vervangen door vaste gebouwen. Steeds minder activiteiten vonden plaats op het Vredenburg.
In 1970 verhuist de jaarbeurs definitief naar de Kroeselaan. Een groot gedeelte van het stadsgezicht wordt tegenwoordig bepaald door Hoog-Catharijnen. Daarvoor werd een deel van de binnenstad afgebroken en een singel gedempt. Inmiddels gaan er weer stemmen om op de singels opnieuw vol te laten lopen. Hoog-Catharijnen gaf Utrecht een hypermodern winkel- en kantorenhart dat het gezicht van de stad ging bepalen. Ingeklemd tussen een drukke verkeersader en het station is het altijd bereikbaar. Ook het oude NS-station met zijn karakteristieke voorplein moest hiervoor wijken. Het stamde uit 1843 en begin 1970 ging het onder de slopershamer. Het Utrechtse Centraal Station werd al eerder in zijn bestaan bedreigd. Op een koude avond in 1938 brak op de bovenverdieping een grote uitslaande brand uit. Het was zo koud dat het bluswater vrijwel direct bevroor. Commandant Fleming en de mannen moesten met koffie en broodjes van omwonenden op de been worden gehouden. Het oorspronkelijke station, met al zijn zijvleugels die in 1865 waren aangebouwd, werd vrijwel geheel verwoest. NS-architect Van Ravenstein ontwierp een nieuw station, waarbij hij gebruik maakte van de originele fundering en resterende draagmuren. Gebouwen van de spoorwegen bleven wel gespaard. Er staan er nog steeds. In 1921 werd hoofdgebouw 3 opgeleverd en staat bekend als de Inktpot. De NS-hoofdgebouwen kwamen, net als de rest van Utrecht, de Tweede Wereldoorlog goed door. Utrecht bleef, anders dan Rotterdam, maar net een bombardement bespaard. Maar dat het oorlog was, kon je toch wel zien aan die hordes rondmarcherende NSB'ers. Het hoogtepunt werd bereikt toen de NSB in 1942 haar 10-jarig bestaan vierde. Sinkwart, de Duitse baas in Nederland, was aanwezig. Hij bracht de groeten van Hitler over. NSB-hoofdman Mussert voelde zich heel wat, bleek uit zijn toespraak. Meneer de Rijkscommissaris, grove bevelshebber Friedrich, vereerde gasten, mijn kameraden, alvorens voor u uit te spreken datgene wat ik heden te zeggen heb, is het mij een plicht en een vreugde om namens u, de heer Rijkscommissaris, te verzoeken ten Führer te willen berichten dat zijn gelukwensen ons hebben ontroerd, omdat hij op wiens schouders de verantwoordelijkheid voor Europa drukt, op deze dag aan ons gedacht heeft. En om hem de Führer te zeggen dat wij weten wat wij hem als Germaanführer verschuldigd zijn en dat hij dus op de NSB kan rekenen. Met de bevrijding in 1945 verdwenen niet alleen de Duitsers, maar ook hun trawanten, de NSB'ers, uit het straatbeeld. En dus was het feest.
In de nadagen van de oorlog maakte de initiatiefnemer van deze film zijn opwachting in Utrecht. In dit pand werd op 12 mei 1945 Bernard van den Heuvel geboren. Dit is de kelder van mijn geboortehuis. Hier ben ik een paar dagen na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, geboren. Ik had het wat dat betreft goed bekeken. Wat je hier ziet, dat is bijvoorbeeld deze baan oude stenen. Dat zijn de restanten van een muur van een Romeins paleis. Dat is ongeveer 1900 jaar oud. Wat je hier ziet, dat zijn bijvoorbeeld de restanten van een paleis Loven. Dat is gebouwd in 1050. En er is nu een restaurant gevestigd, café-restaurant Weeshuis. Dat moet je echt een keer proberen. Die keuken is verrassend goed. Ik kan me aanbevolen. Ja, dat doen we een keer. En we hebben hier bokswedstrijden gehouden, bioscoopvoorstellingen. Dat de vriendjes 5 cent betaalden om naar binnen te komen. Ja, er liggen hier enorm veel leuke herinneringen. En waarom deze film? Utrecht, het is mijn stad. Ik ben er verliefd op. Ik heb een ontzettende leuke jeugd gehad. Als ik in het buitenland ben, heb ik gewoond, vond ik het heerlijk om terug te komen. We hebben 2-3 jaar gezocht naar prachtig oud mooi beeldmateriaal. Zo mooi dat we dat iedereen willen laten zien eigenlijk. G. Sink werd geboren in wijk C, een van die echte volkswijken binnen de Singels. Vanaf de Dom keek ik zo uit op de Jacobikerk, het centrum van het Wijkzee. Nu zit ik ervoor. Recht voor me hebben we dan de Waterstraat. Dat was eigenlijk de belangrijkste straat in het Wijkzee. Hier in de Jacobikerk. Dat is dus de plek waar ik gedoopt ben. En dan had je hier de school waar wij op gingen. En voor de rest was hier een prachtige tuin. Het was de Oranje Tuin. En daar werden toch de Oranje Feesten gehouden. En we hadden dan in de buurt, dat lag er iets verderop waar je nu het politiebureau hebt staan. Van mij uit gezien aan de rechterkant had je Kroonstraat, Oranjestraat. Daar had je buurtfeesten. Je had hier recht voor ons, had je, waar ik hier dus nu zit, dat is de Waterstraat, aan het eind van de Waterstraat, had je de bloemenveiling. Daar kwamen dus vanuit het Westland kwamen dan de bloemen en het fruit kwam aan. En een verlaagd niveau, daar kwamen dan de kotters binnen met de mosselen en met het vis. Nou, het was een bedrijvigheid van je welste, omdat het hele Wijkzee bestond uit handelaren, bloemenkooplieden, je had fruit en voddenboeren. De hele dag was het feest. Je had erbij die op een bakfiets gingen of met een handwagen, die liepen de hele dag te zingen. Dus het was, het leek meer op een pretpark dan op een volksbuurt. En als je zegt van, wat zijn daar je herinneringen? Ja, natuurlijk fantastisch. Want doordat je daar te maken had met fruitkraampjes, met viskramen, was het natuurlijk zo, als je geen geld hebt, maar je moest toch aan je vitamine en aan je eiwitten komen. Dus je pakte nogal eens, zonder te betalen, een haringkie en, of een stukje fruit. En ik denk dat in die periode de basis is gelegd voor mijn atletisch vermogen, want doordat je door die handelaren constant werd achterna gezeten, moet je natuurlijk zo handig zijn als maar kan. Met andere woorden, mijn geboren zijn in het Wijkzee is voor mij van onschatbare waarde geweest. In de eerste plaats het vreugde-element wat ik daaraan heb beleefd, en ten tweede, ik heb het kunnen gebruiken als voor mijn atletisch vermogen en om nationaal en internationaal bestuurlijk te overleven. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik er heel erg dankbaar voor ben hier geboren te zijn. In Wijkzee stonden ook diverse typische Utrechtse buurtkroegen. De Dikke Dries bestaat bij wijze van spreken al sinds mensenheugenis, al is menig geheugen door de alcohol aangetast.
Goedemiddag. Ja. Daar ontmoeten we een bekende in de Utrechtse horeca, Frans Vagel, lid van de beroemde restaurantfamilie en eigenaar van de gerenommeerde bistro Moustache. Vroeger was echt het uitgaanscentrum was Vreeburg. En in Utrecht zie je nu dat het een beetje verplaatst wordt naar oostelijke richting. Zoals het Wet, Domplein, waar vroeger nooit iets was. Er is nu een hele rij Grand Cafés en cafés. En Jans Kerkhof en Nobelstraat, dat is nu volgebouwd met cafés en restaurants. En zullen we nou aan tafel gaan, een stukje eten? Want je zal best trek hebben. Dat klinkt als muziek in mijn oren. En bij Dick en Dries hadden ze toch ook die grote herdershond? Ja, daar ligt er nog. Die ligt er nog. Ja, schele kat. Riep die hond bij, die duurde zo'n lastige plant uit. Zit erop. Ja. Ik hoop dat het nu net zo is overgekomen als bij mij. Utrecht is een geweldige stad. Ik heb bijna een schuldgevoel dat ik niet wist hoe geweldig de stad Utrecht in elkaar zit. Daarom ben ik ook erg blij mee dat ik door dit programma in de gelegenheid ben gesteld om meer van Utrecht te zien en hem nog beter te leren kennen. Ik vind Utrecht was, laat ik het zo zeggen, het was een geweldige stad in mijn gedachten. Maar nu, na 60 jaar zeg ik nog steeds, Utrecht is voor mij de allerfijnste stad die je maar kan indenken in de wereld. En het zit erop. Ja. Professor, het was bijzonder leuk. Jochie van Bien. Ik zou zeggen... Jochie van Bien. Dat zeiden ze altijd, hè. Ze zeiden altijd, als ze het goed met me voor hadden, dan zeiden ze, ach, het Jochie van Bien. Ja. Maar had ik natuurlijk weer even die streek uitgehaald, dan zeiden ze, die joh van Bien van Barend hebben het gedaan. Ik ben Ries de Winter. Ik heb een boek geschreven over Wijkzee en het is overal te koop. U kunt het boek bestellen bij VSN Books in Hilversum voor 17,95 plus 5 gulden verzendkosten. U kunt het overmaken op girorekening 46 48 671 of op bankrekeningnummer 67 56 69 294 onder vermelding van boek Dikke Dries en de postbode brengt het bij je thuis. Ik denk dat u dus een compleet beeld krijgt van deze fantastische film. Plus mijn boek over Utrecht, Wijkzee en Dikke Dries, hoe het vroeger was. Dank u.